wat leuk dat je kijkt naar School of Hits. Ik heb al heel veel video's laten zien over draaien. Maar ik heb eigenlijk nog nooit de basis besproken. Dus dat gaan we vandaag doen. Wat moet je nou doen om van het ene liedje naar het andere over te mixen? Er zijn er maar twee dingen echt belangrijk. Dat is het tempo, het BPM. Dat is de beats per minute, het aantal slagen per minuut. En dat je op de 1 zit. In muziek heb je een maat. En een maat heeft 4 tellen. Dus een 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Zo loopt de meeste muziek door. En dan zit er meestal een kick op de 1. Een snare op de 2. Weer een kick op de 3. Weer een snare op de 4. Dus dan krijg je 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Of zoals hier. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tempo zetten we gelijk door middel van de sync-knop. En de 1, we zorgen dat het liedje goed op de 1 zit door middel van een cue. Die heb ik van tevoren klaargezet, precies op het juiste moment. Zodat ik hem op de 1 kan starten. Dat geldt ook voor dit nummer. Maar dit nummer is veel langzamer dan deze. Dus ik druk hier op sync, want dan gaat dit nummer naar het tempo van die. Je voorstellen dat waar je hem indrukt, dat is het nummer dat verandert. Nu zit deze ook op 107 bpm in plaats van 115. En als ik nu goed meetel, 2, 3, 4, 1, dan kan ik zorgen dat het andere nummer ook op de 1 meegaat. Dat is de fine-tuning. Als ik aan deze ring zit, kan ik net heel klein beetje sneller, langzamer laten lopen. Succes!